Hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering van Tijd met Felix. Mijn naam is Frans Felix. Ik ben hier op de Heideweg, Medisch Centrum Amersfoort-Vathorst. Deze aflevering wil ik samen met jou stilstaan bij 7 oersimpele manieren om heerlijk te ontspannen. En wellicht denk je, 7 manieren om te ontspannen? Deze aflevering gaat over veel meer dan alleen ontspannen. Heb je interesse? Wil je meer weten? Blijf dan kijken. Ga je mee? En misschien merk je dat ik vandaag in een iets hogere energie zit dan normaal. En dat komt door het onderwerp. Want vandaag wil ik stilstaan bij mind-body connection. Oftewel de verbinding tussen ons brein en ons lichaam. En als je kijkt naar de evolutie van ons mensen, dan zou je kunnen zeggen, ooit waren we vooral gericht op ons lichaam. Want in de omgeving waarin we opgroeiden, lang geleden, ik heb het over 10.000 jaar geleden, daar moesten we alert zijn en waren we dus vooral bezig met ons lichaam. Waren we bewust van wat we in ons lichaam voelen. En je zou kunnen zeggen, toen richtten we 80% van onze energie op ons lichaam en 20% van onze energie op ons hoofd. En als we dan even fast forward naar de tijd nu gaan, en in de ontwikkeling, de evolutie, dan zie je, en misschien klinkt je dat wel bekend in de oren, dat wij nu 80% onze aandacht richten op ons hoofd en 20% op ons lichaam. En daar hebben heel veel mensen last van. Last van het feit dat ze alles met hun hoofd willen oplossen. Terwijl je in het lichaam heel veel oplossingen kunt vinden voor allerlei problemen die je zo kunt voelen in je lichaam. En laten we daarom eens vandaag stilstaan bij 7 oersimpele manieren om heerlijk te ontspannen en dat gebruiken als uitleg waarom het zo belangrijk is om te bewust te zijn dat je niet een hoofd bent of een lichaam, maar dat je gewoon één systeem bent. Ga je mee? Kijk, als het gaat om de verbinding tussen mind en body, dan gaat het eigenlijk over het volgende. Kijk, je longen hebben zuurstof nodig. Je spieren hebben beweging nodig. En je nervus vagus heeft elektrische impulsen nodig. Nervus vagus, oftewel de zwervende zenuw, is een verbinding tussen je hersenstam, wat eigenlijk het bovenste deel is van je ruggenmerg, je hersenstam, en het is het onderste deel van je brein, en je organen in je lichaam. Onder andere loopt de nervus vagus, die loopt vanuit je hersenstam, achter je oren, via je nek, naar onder andere je hart, naar je longen, naar je maag, en naar je darmen, ook naar allerlei spiergroepen. Maar de essentie is dit. Die nervus vagus, die zwervende zenuw, als je die prikkelt, dan ontspant je lichaam. En ontspannen betekent dus dat spieren ontspannen en dat organen ontspannen. En dat voel je in je lichaam. En in deze aflevering wil ik je 7 oersimpele manieren meegeven waarop je die nervus vagus kunt stimuleren, zodat jouw lichaam heerlijk kan ontspannen. Ga je mee? En dat brengt ons bij de eerste oersimpele manier om te ontspannen. En dat is iets dat je elke dag doet en dat iedereen doet. En het zal je niet verbazen dat ik het heb over ademhaling. En er zijn allerlei manieren waarop je ademhalingsoefeningen kunt doen. En ik vind zelf de oefening waarbij je bewust inademt via je neus, een aantal tellen, eventjes je adem vasthoudt en dan heel langzaam uitblaast via je mond. En dan zou je een beweging kunnen maken met je mond, een vorm alsof je door een rietje blaast. En dan op het laatst blaas je de rest van de lucht uit via je neus. En dan wacht je weer even. En dan adem je weer rustig in. En dat herhaal je zo'n 10 tot 15 keer. En er zijn allerlei manieren waarbij je kunt tellen. 4 keer inademen, 4 keer rust, 4 tellen rust. 6 tellen rustig uitademen, 4 tellen rust. En dan weer 4 tellen inademen, enzovoort. Ik zelf ben een voorstander van niet tellen, maar vind je eigen ritme. Vind je eigen ritme van inademen via je neus, zodat het ontspannen voelt als je inademt. En adem dan rustig uit. En neem gewoon iets meer tijd voor de uitademing dan voor de inademing. En wat je ook nog kan doen, is op het moment dat je dus
ademhaalt, dat je je handen gebruikt. En waarbij je dus als je inademt, dan zou je dus je ellebogen naar buiten kunnen drukken. En daarmee help je jezelf voor te stellen dat je diafragma, dat dat uitzet, dat het dus naar beneden gaat. En op het moment dat je uitademt, doe je elleboog weer naar binnen. Want dan gaat je diafragma weer omhoog. Dus bij de uitademing maak je je buikruimte kleiner. En bij de inademing maak je je buikruimte groter. En door deze beweging daarbij te maken, leg je een verbinding en maak je jezelf nog bewuster van hoe je eigenlijk ademt. En dat is dus de eerste manier om te ontspannen. Laten we kijken nu naar de tweede manier. Ga mee? En dat brengt me bij de tweede oersimpele manier om te ontspannen. En voordat ik die vertel, even een disclaimer. Ik ben geen grappenmaker. En ik oefen in het maken van grappen. En de tweede manier heeft alles te maken met humor, met lachen. En om je dat te laten ervaren, de volgende vraag. Weet jij waarom een olifant zo'n groot, grijs, ribbelig, ruw dier is? Nee? Als het een klein, rond, glad, wit object was, dan was het een paracetamolletje. En dat brengt ons bij de derde oersimpele manier om te ontspannen. En dat is eigenlijk een hele eenvoudige, die wel even wat tijd kost, namelijk wandelen. Gewoon even rustig bewegen, 15 tot 30 minuten. Even lekker een wandeling maken, een ommetje lopen, even naar het bos. En wat daarbij zo helpt om te ontspannen, is als je in beweging bent met je lichaam, dan gebruik je een heel groot deel van de energie gebruik je voor je bewegingsapparaat. En het bewegingsapparaat wordt aangestuurd door het cerebellum. Daar zitten de zenuwcellen die jou helpen om te bewegen, om je balans te vinden. En terwijl je dat aan het doen bent, heb je helemaal geen tijd om over allerlei dingen na te denken en je daar zorgen over te maken. En als je in het bos loopt, dan heb je ook het gevoel van ruimtelijkheid. En je ruikt misschien het bos. En je ademt rustig die frisse boslucht in. En dan ga je vanzelf merken dat je lichaam ontspant. En laten we dan nu even verder gaan met de vierde oersimpele manier om te ontspannen. En dat heeft alles te maken met mindfulness mediteren. En mindfulness mediteren wil niets anders zeggen dan dat je bewust bent van gedachten zonder dat je iets doet met die gedachten. Zonder dat je er een oordeel over hebt, dat je er iets van vindt. Dus dat je even tijd voor jezelf neemt, 10 minuten, 15 minuten. Gewoon even stilzitten, rustig ademen, je aandacht richten op je ademhaling. En dan kun je merken dat gedachten komen en gedachten gaan. En je kunt je voorstellen alsof er continu bootjes voorbij varen met een gedachte. En dat jij, als je mindfulness mediteert, die gedachte kunt waarnemen. Die mag er ook gewoon zijn, maar je doet er niets mee. Je gaat niet in het bootje stappen, zodat die gedachte jou meeneemt. Je laat het bootje weer aan je voorbij varen. En dat is dus mindfulness mediteren. En het interessante van die nervus vagus is dat je door de nervus vagus een verbinding legt tussen je ogen en je hart. En er is een bepaalde reflex, de oculocardiac reflex. Dus de reflex waarbij je ogen verbonden zijn met je hart. En die reflex die zorgt ervoor dat als je druk uitoefent op je ogen, dat dan je hartslag vertraagt. En je kan dat dus gebruiken als een manier om te ontspannen. Dus de vijfde manier van ontspannen is een manier waarbij je dus, je kan je handen een beetje warm wrijven. En dan kun je ze op je ogen leggen en een lichte druk op je ogen uitoefenen. En gewoon rustig ademen en merk maar eens. Voel maar eens, ervaar maar eens wat er gebeurt met de frequentie van je ademhaling. En wat je merkt in de ontspanning in je lichaam als je hartslag vertraagt. En dan komen we nu
bij de zesde oersimpele manier om te ontspannen. En die heeft alles te maken met je lichaam en jezelf tot expressie brengen. Kan je doen door te zingen. La 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 la. Of gewoon te hummen. Of misschien wel te fluiten. Het is een manier om te ontspannen, waarbij je dus je lichaam gebruikt en je ademhaling ook gebruikt. En in het gebruik van je ademhaling en het produceren van een geluid, van een hum, dan activeer je ook je nervus vagus en dan ontspant je lichaam. En het is een heerlijke manier om te ontspannen. En ik kan me voorstellen dat je deze manier misschien het liefst alleen doet. Dus als je bijvoorbeeld onder de douche staat, dat je even lekker, la 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 la, even lekker gewoon ontspant. En dat brengt ons bij de zevende manier. Ga je mee? De zevende manier om heel eenvoudig te ontspannen, die heeft ook weer te maken met de nervus vagus. En daarbij heb je een oefening waarbij je dankzij de verbinding tussen je ogen en de nervus vagus en het reguleren van ontspanning in je lichaam, dat je daarbij je ogen gebruikt. En de wijze waarop je dat doet is, je kan het met je ogen open doen of met je ogen dicht. De gedachte is dat je eerst gewoon recht naar voren kijkt. Je kunt je ogen sluiten of open laten wat je prettig vindt. En daarna, dan ga je met je oogbollen ga je naar rechts, terwijl je je gezicht naar voren houdt. Dus je gaat als het ware naar rechts kijken, terwijl je daar blijft. Met je hoofd blijf je naar voren. En ik doe het meestal met mijn ogen dicht. En je kunt dus, als je je ogen sluit en je kijkt naar rechts, kun je bemerken dat waar je het gevoel hebt dat je met je bewustzijn achter je ogen zit als je ogen sluit, en dan heb je zo'n gevoel alsof jij achter je ogen zit als je ogen sluit, dan kun je dat bewustzijn kun je dus verplaatsen door eens naar rechts te gaan met je oogbollen. En gewoon eens te ervaren hoe het voelt om aan de rechterkant van je lichaam te zijn en dan ook bewust te zijn dat het rechterdeel van je brein verbonden is met je linkerhand. En je kunt je dat ook voorstellen, alsof er een verbindingslijn gaat, die er ook werkelijk is natuurlijk, maar dat je je voorstelt hoe die lijn loopt. En dat je dan als je aandacht richt op je linkerarm, terwijl je dus je ogen naar rechts beweegt. En daarna beweeg je je ogen weer naar het midden. Je kunt dit ongeveer 20 tot 30 seconden vasthouden. Ga je weer naar het midden. Adem je weer even rustig, vind je weer je eigen ademhalingsritme en dan ga je naar de andere kant met je ogen. En dan hou je je ogen 20 tot 30 seconden links even vast, alsof je naar links kijkt. En met je ogen gesloten voelt het dan alsof je hier bent met je bewustzijn. En dan kun je dus de verbinding leggen tussen het linkerdeel van je brein en je rechterarm. En kun je dus voorstellen hoe er een lijn loopt van links naar het rechterdeel van je lichaam. En dit is een oefening die niet alleen helpt om je nekspieren te ontspannen, dankzij je nervus vagus, maar het is ook een oefening waarbij je door deze oefening te doen zo intens kunt ervaren hoe je lichaam kruiselings werkt in de verbinding tussen links en rechts en tussen rechts en links. En de beste manier om te ervaren wat deze oefening voor jou betekent, is om hem te doen. En er is nog een manier om te ontdekken of deze oefening iets voor jou doet in jouw lichaam. En dat is het volgende. Voordat je de oefening doet met de ogen links en rechts, draai je gewoon even je hoofd naar rechts en naar links. En voel je gewoon eens hoe je nekspieren voelen. En welke kant gaat makkelijk en welke kant gaat moeilijk. Dan doe je deze oefening. Ogen naar rechts, 20 seconden. Weer naar het midden. Rustig ademhalen, ogen naar links, 20 seconden, weer terug naar het midden, rustig ademhalen. En draai dan nog eens een keer je hoofd heen en weer en voel eens het verschil tussen hoe je nek voelt voor de oefening en hoe je nekspieren voelen na de oefening. En daarmee eindigt deze aflevering van Tijd met Felix, een lange aflevering. Dankjewel voor je geduld en ik hoop dat deze 7 oersimpele manieren om heerlijk te ontspannen, dat je daar wat aan hebt. Dat je ze gaat testen en laat het me weten via een reactie op deze video. Welk van deze tips voor jou het meest waardevol is, welke je al deed en misschien heb je zelf nog tips. Laat het me weten.
Laat me weten wat je van de video vindt. Je kunt je abonneren op het kanaal. En ik hoop je heel graag weer te zien bij een nieuwe aflevering van Tijd met Felix. Dag!